dames en heren, jongens en meisjes. De laatste dag van onze vakantie is aangebroken. En we hebben vandaag een lange rit voor de boeg. We moeten echt, volgens mij iets van 6 of 7 uur rijden vandaag. Dus we zijn eventjes gestopt. Want we zijn al even gecheckt uit ons motel. We zijn eventjes gestopt bij de Starbucks. Gaan we nu even nog ontbijt halen. En dan zijn hier nog wel leuke winkeltjes, dus misschien gaan we daar ook nog even heen. Het is dadelijk 11 uur, dus dan kan ik inchecken voor mijn vlucht, want ik vlieg morgen om 11 uur ook. Het zal geen leuke dag worden voor jullie om te bekijken. Maar ja, dit hoort er ook bij. Dan weet je dat jij meegaat, welke plek er mag komen. Dat het net als doodig is. Jongens, lekker. Onze laatste Starbucks met z'n allen. Even van genieten. En ik ben ingecheckt. Ingecheckt. Dus... ja... Cheryl, de laatste keer dat we in de Walmart komen. We zullen nou nooit meer komen. Nooit meer. Ja, het is alleen in Amerika, dus of moeten we een keer terug naar Amerika? Ik ga nog wel een keer naar Amerika. Ja? Oh, nu ga ik eens even lekker shoppen. Heerlijk, heel die winkel leeg kopen hier. Mijn mascara al binnen. En we gaan gestaag verder met onze reis. We zijn nu bij een tankstationnetje onderweg gestopt. Om eventjes te tanken. En dan is het nog 2,5 uur rijden. Het is hier wel in één keer heel warm. Het is nu 109 graden. Dus het is zo'n 45 graden. En we zijn natuurlijk niet meer gewend dat het zo warm is. Want in San Francisco was het echt 70 graden. Onze engine was 30. Maar nu is het echt weer bloedheet. We zijn al lekker een paar uur aan het rijden. En we moeten nog 57 minuten. En dan zijn we er. En als mam zei, we hebben zo'n mooi tochtje langs een bos. Maar we hadden allebei niet in de gaten dat het een dode bos zou zijn. De Dead Forest. Daar hebben we er eigenlijk zelf van gemaakt, maar het is leuk achterin. Nou, het ziet er heel gezellig uit. We zijn echt met twee gezelligheidsdieren op vakantie, man. Kijk, die ene zegt wel helemaal niks, een kleintje. En heb je nog zoiets in het groot? Nou, die praat dan, maar die slaapt. En die slaapt, jongen. Oh, daar wil je echt jaloers op. Die slaapt gewoon 's avonds een uur of 10. En 's morgens het liefst nog tot 10 uur uit. Totdat wij ze dan om 9 uur uit in bed trommelen. Want dat kleintje daar ook. Dat kleintje daar slaapt ook het liefst te lang uit. Nou, we zijn nog steeds op zoek naar het bos. Kansen die spelletje aan doen met die bolletjes. En dan moet je die kleuren op elkaar doen, dat het allemaal dezelfde kleur is. En mama die probeert me in te halen, dus bij 118 en ik ben bij 125 of zo, dus je komt aardig in de buurt. Aardig in de buurt, ja. Maar ja, eigenlijk is het heel oneerlijk, want ik kan het nou niet doen. Nee, maar jij hebt al zoveel weken eerder meer gedaan, hè? Nee, jij had het spel eerder. Ja, dames en heren, wij zijn weer aangekomen bij ons eerste motel. Want hier eindigt onze reis ook. We hebben vandaag 6 uur gereden. En dat is eigenlijk niet zo heel gek gegaan. Want het was best wel snel, vond ik. Ja, het was heel snel. Alleen we zijn er net wel achter gekomen dat het toch wel een beetje soort van een elektrische auto is. Ja, ik ging net met die auto een beetje kloten. En ik had hem eigenlijk ook nog heel de vakantie op sport gezet, want dan heb je dus die knopjes. Je hebt hier sport, comfort en eco pro. Hebben we telkens in comfort gereden? Oh ja, we hebben telkens in comfort gereden. Ik heb net op sport gezet, dat heb ik een beetje opgetrokken. Maar nu heb ik hem op eco gezet en nu komt er dus hier, je ziet hier duidelijk een accu. En dat dit een soort van teller is, want kijk, als die in comfort staat, dan zie je alle toeren. En in ja, de sport staat hij ook alle toeren en comfort dus ook alle toeren, maar hier... staat hij dus op een andere teller. Dus dacht ik van misschien schakelt hij nu over naar de accu. Dat hij toch een soort van elektrisch is. Maar ja, hoe laat hij dan op? Hybride kant op. En die moet je ook opladen. Ik weet het niet. Het zou wel een stuk zuiniger zijn. We zouden wel een keer minder hadden hoeven te tanken. Maar daar komen we op de laatste dag van de vakantie pas achter. Ja. Maar beter later nooit. Onze autootjes zijn heel eventjes aan het inchecken. Dan gaan we onze spullen hier neerleggen. En het is nu 4:30. En dan gaan we daarna gaan we een Applebee's zoeken. Dan gaan we bij de Applebee's eten. We zijn in ons nieuwe hotelletje aangekomen. En dit is echt precies hetzelfde hotel als
dat we gehad hebben. Hoe heet die plaats nou? Phoenix of zo? Williams? Nee, die zeg maar die plek voor dat we naar Los Angeles gingen, waar we overnachten, één nacht. Atascadero. Ja, precies dezelfde kamer als Atascadero. We gaan nu in ieder geval naar de Applebee's, daar gaan we eten. En daarna gaan we rustig aan het kamer slapen, denk ik. Klaarmaken voor morgen voor de reis. Ja, dat wil ik eigenlijk ook graag. Ik zal het even laten zien, dit is onze hotelkamer. En daar, die muur die je daar ziet, dat is de mall. Toen is niet zo mal, zeggen ze dan. Kijk, we hebben hier ook een lekker zwemmetje bij. Het is hier ongeveer 45 graden weer. Het is pittig warm. En elke keer verbrand je ook helemaal je benen met die stoel. Kijk jongens, we zijn bij de Applebee's. Voor de mensen die in Amerika graag komen, die kennen dit allemaal wel. Hij is vandaag gesloten. Grapje. Currently open. Ik ben heel benieuwd of het veranderd is. Oh, dank u, heel vriendelijk. Oh, we zitten wel lekker bij de Applebee's. Man, best wel echt heel lang geleden dat we hier hebben gezeten. Ja, dat is heel lang. En ze hebben daar natuurlijk, ze hebben daar allemaal van die schermen en daar doen ze dan alle sporten op afbeelden. Daar en daar hebben ze overal schermen hangen en daar. Jongens, wat heerlijk. Jullie hebben broccoli met kip, die net zoveel calorieën heeft als mijn burger. En Frans leeft lekker. Hoe heet ze weer? Perps. Zo zit er over de brood over. Heerlijk, mam. Heerlijk. Oh. Allemaal even weg. Jongens, kijk nou eens even wat er hier gebeurt in de Applebee's. Phoenix zijn er zo naar 43 graden buiten. Het is 43 graden buiten, maar zit je te van nikkelen van de kou binnen. Kijk, mama heeft het ook. Mama heeft blauwe lippen. En ik heb een bloedtong. Ga goed met de Applebee's. Mam! Ik heb ruzie met de tandarts, weet je wel hoe dat kwam? Door de tandenstoker. We moesten even naar buiten, want het was binnen te koud voor ons. Ach, daar is het. Sarah neemt de vlog over. Vind je lens op? Ja. Kijk, Sarah. Dat is heel naar. Sarah neemt de vlog over. Frenzel, jouw kind is echt niet goed. Kijk die arm. Oh. Had je moeder ook. Echt? Ja. Niet goed toch? Ja, ik niet. Dus, als je met schieten. Vonden jullie het ook lekker? Of, ja, ja, heel lekker. Nou, wat jij fijn. Jij ook Frans of heb je er niks over te zeggen? Ja, het ging goed. Ja, niet super. Maar... Niet super? Nee. Michael, dus even je mooiste look. Nou, papa. Wat gaan we nu doen? Boom. Sweet home. Aha. Is het warm hier? Hot. Ik ben echt een goede vlogger. Je gaat gewoon met zo'n surplusje. Ongelooflijk. Wij hebben net lekker gegeten bij de Applebee's. Alleen jammer dat ik mijn tong kapot heb gegeten. Nu gaan mama en ik weer even een rondje lopen door het winkelcentrum. Because it's in our backyard. En we're going to Dillard's. Because that's where we have to entry. En mama heeft geld gekregen, 25 cent. Van Frans, voor een fucking kauwgombal. En hoe blij ze daarmee kan zijn, hè? Het is niet normaal. Nou, mam, we hebben het weer meegemaakt, hè? Ja, we hebben het weer meegemaakt. We waren elkaar kwijt. We hadden een heel erg miscommunicatie. Ja. Ja. Maar we hebben elkaar weer gevonden. Echt hoor? Ja, goed dat ik... Ja, zijn we er nooit geweest daar. Ja, anders had ik je moeten bellen en dat was heel duur geweest. Nou, we zijn hier lekker in de ruimte shoppen. Het is buiten donker, ja. Het is hier ook heel snel donker. Ja, pikke donker. 8:10. Zo, wij zijn weer geslaagd. Ja.
En nu lopen we terug naar ons motel. En dan gaan we dadelijk de laatste nacht in. Ik heb aan de ene kant heb ik wel zin om naar Nederland te gaan, maar aan de andere kant eigenlijk helemaal niet. En mam en ik hadden het net over dat we het idee hebben dat we niet alles gedaan hebben wat we normaal doen in Amerika. Dat is ook wel kort. Ja, het verschilt wel een paar dagen. We zijn nu maar 2,5 week geweest en normaal willen we toch wel minimaal 3 weken. Ja, maar we zijn altijd langer geweest. Dus pas, ja, behalve die ene week dan het doen. Ja, dan heb ik het en wat anders. Ja. Jongens, hoe vonden jullie de vakantie? Leuk. Goed. Nou, ik vond het in ieder geval wel heel leuk. Wij willen jullie bedanken voor het kijken naar al onze vakantievlogs, want dit is het einde. Morgen is de reis en dan ga ik verder niet meer filmen, want ik vlieg toch alleen en het is toch een beetje een saaie reis. En ik ga mijn vlucht missen, dus dat is ook jammer. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video's. Ik heb er heel erg van genoten en mama en Frans ook. En ik ook. Toch wel. Dat is voor mij dan, dat is goed. En ja, dat was het eigenlijk. Dat is de vlogafsluiting van deze vakantie. Doei. 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 Doei.